Wat hoop je uiteindelijk, zeg maar? Wat wil je bereiken met zo'n video? Ja, gewoon dat het hier allemaal begonnen is, man. Hebben ze een babytje gezien die net geboren is? Jawel. Hier zijn we weer met een gloednieuwe video, dames en heren. We zijn hier met, wie is dit? Soufiane. Het is geen Soufiane, dat zijn we. Wie is dit? Is het helemaal verkeerd, jongen? Wie is dit? Gabi. Het is geen Gabi. Nog één keer, vriend. Wie is dit? Hey, Ayoub Bukhari. Hola, broer. Ja, heb jij een afspraak gehouden? Ja, zeker. Afspraak is afspraak. Ja, dat weet je. Afspraak is afspraak. Hey, ben je blij met Ayoub of niet? Hey, vertel eens even aan de mensen waar Ayoub speelt. Waar speelt Ayoub? Die speelt voor? Adelhaag. Die speelt bij Nederlandse elftal, bro. Nee. Weet je wat hij allemaal heeft gedaan om dit zo te krijgen, man? Hoe gaat het, Ayoub? Ja, goed. Man. Gaat het lekker? Gaat lekker. Ik heb er echt zin in vandaag. Zeker, man. Ik ben blij dat ik met Bilal ben. Met jou. We gaan naar een mooie dag. Ja, toch? Zeker. Wat is een beetje de bedoeling? Wat gaan we een beetje doen? Gaan we ballen uitdelen. En Bilal, jij gaat vandaag, mag jij kiezen aan wie jij de ballen gaat uitdelen. Ben je ready? Oh. Huh? Ben je klaar voor of niet? Ben je klaar voor? Hey, dus vandaag gaan we ballen uitdelen. Degene die aantrekkingskracht heeft, daar gaan we op af. En is dat omdat je een gevoelsmens bent? Ja. Ja? Ja. Dus je moet... Wat ben je aan het doen, Asabi? Deze man is... Wat ben je aan het doen, Asabi? Laten we snel beginnen. Het lijkt me sowieso verstandig dat jij degene bent die op Bilal gaat passen. Ja. Dus ik weet niet of je al een bepaalde... gedachten hebt van hoe je dit gaat aanpakken? Het wordt wel een beetje lastig, maar we gaan ons best doen en ik denk wel dat we controle gaan. Hebben jullie al een beetje connectie samen of niet? Ja, zeker. Ik voel het. Is Ayoub lief of niet? Ja? Ja. Oké, hij zegt ja. Hij zegt ja. Kijken of ik ze binnen een minuut een panna kan uitdelen. Ja. En lukt dat niet, dan kunnen ze een bal krijgen van mij. Als het niet lukt? Als het lukt, helaas. En wat denk jij? Wat zegt jouw gevoel? Ik denk wel dat je bent in Rotterdam, hè? Dus hier is sowieso veel talent. Dus ik denk wel dat het soms lastig gaat worden. Serieus? Ja, zeker. Ondanks je bij Nederlands elftal speelt. De druk zit hoog. Maar komt goed. Samen top. Hey, mensen, vergeet niet te abonneren. Vergeet onze Ayoub niet te volgen. Want Bilal, wij zijn echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd. Positiviteit. Mensen, abonneren, delen. Tot snel. Yalla. Let's go. Hallo. Wij moeten gaan filmen. Kom. Zit. Jalla. Wat ga je doen? Jalla. Kom. Zit. Ayoub. Hij is van jou, vriend. Hier, kom lopen. Jalla. Jalla. Zit. Oké, waar gaan we beginnen? Dat is van mij, jongen. Ik loop hier gewoon met een hele tas en zo. Maakt niet uit. Let's go. Bilal. Kom op, binnen aan het doen als hij weer. Dames en heren, we hebben hier de bal. Natuurlijk, hij speelt bij Oranje, dus ik heb oranje ballen geregeld. Kijk eens. Ayoub. Oké, here we go. Gaan we straks eten? Ja? Kom. Snel. Get this ball. Nee, kom. Wacht niet. Deze man is geen grappen, bro. Kom, waar ga je? Mag niet. Politie gaat jou pakken, hè? Politie gaat je pakken. Hij gaat elke zak naar binnen. We zijn niet eens een minuut verder, hè, broer? Bilal, geen zaken meer inrennen. Luister. Bilal, kom. Kom. Niks is. Kom, ja. Ik wens die Ayoub heel veel succes. Van zaakjes, hè? Ja. Wauw, elke zaak moet naar binnen. Je maakt mij lastig, hè? Maar ik zit kort op de man. Waar ga je, kom? Nee. Geduld is een schone zaak. Ja, broer. Zo zie je, man. Heb je een jongere broertje? Nee, ik ben de jongste. Je bent de jongste? De jongste, ja. Neefjes, nichtjes en zo? Dat wel. Ja? Maar ben je een beetje streng voor ze of ben je echt zo de lieve? Ik ben wel lief. Mag niet. Als je goed gedraagt, ga ik deze voor jou halen. Zal ik?
Nee, nee, Bilal, Bilal, Bilal is te groot. Die is te groot. Mooie leerjas. Wow. Watch your life. Let me see. Je luistert niet, hè? Gaat je boos worden? Boos op jou gaat worden. Ben je mijn vriend? Ben je mijn vriend of niet? Hé, hey, ik zit hier met? Eeuw Bukhari. Hoe oud ben je? De enige echte. 27. 27. Ja. We hebben gebeld met elkaar. Ja. En bewust heb jij tegen mij gezegd, ik wil hier naartoe komen. Ja, hier is het allemaal begonnen. Gegroeid. Rotterdam West. Dalshaven, omgeving. Ja, we zijn nu op de Valentijnplein. Hoe ze dat noemen. Ja, hier is... heel veel gebeurt. Ja. En het is toch mooi dat we hier nu zijn. Er is één ding wat je misschien al je hele leven achtervolgt. Dan gaan we dat gelijk bespreken en dan hebben we dat ook voor eens en altijd even uit de weg geruimd. Ja. Dat is bij Bukhari in eerste instantie zou je denken aan je neef, oom, broer. Broer. Ja, Noordin. Noordin. Gewoon meteen. Vond je dat niet irritant? Nee, niet echt. Dat heeft me juist heel veel gedaan. Zoals je jongste van het gezin, brengt dat toch veel impact mee. Veel mensen kennen je broer. Je had natuurlijk Noordin en Murad die in die tijd wel echt al bekend waren, zeg maar. Ja, als je daarmee bent opgegroeid. Soms was dat wel lastig. Ik zeg eerlijk, het was wel lastig. Weet je, als je op school kwam, ja, iedereen kende die al, zeg maar. Ja. Ik was al populair. Maar je zou toch denken dat zeg maar, een enorme voordeel is? Ja, ja zeker. Soms wel. Maar soms ligt er ook hoe je ermee omgaat. Wat waren de voordelen? De voordelen was dat sommige dingen wel makkelijker gingen. Bijvoorbeeld? Ja, dat je gewoon veel aandacht krijgt. Ik kreeg heel veel aandacht als jonge jongen. Maar ik zelf heb daar niet echt... ik ging daar wel altijd goed mee om, man. Ja. Dus het is niet zo van dat ik uit de hoogte deed of wat dan ook. Dus nooit had ik dat in mij. Dat kan ook volgens mij niet in zo'n wijk. Dus je uit de hoogte doen. Ja. Kan wel. Alleen je wordt wel heel snel raar aangekeken. Dus nee, ik ben van mezelf nooit zo geweest. Dus alhamdulillah. En ja man, dat is wel... het is wel anders als je in zo'n gezin zeg maar opgroeit. Ja. En wat waren dingen waarvan je nu achteraf, of misschien nog steeds, hebt van oké, dat heb ik zelf niet echt helemaal fijn ervaren? Ja, dat sommigen zeg maar heel raar naar je kijken. Ze weten wie je bent, alleen ze willen je die ding niet geven, zeg maar. Snap je? Ze zijn bang dat je dan misschien uit de hoogte gaat doen wat je net zegt. Terwijl, ja, wij zijn, althans in ons gezin, wij zijn nooit zo geweest. Ja. Maar dat was wel even lastig, zeg maar, in je jeugd. Hoe ging je daarmee om? Ja, heel normaal. Weet je, ik was al heel snel ook, ik was heel snel volwassen, man. Dus ik keek daar echt dwars doorheen. Ja. Ik kon daar heel, alhamdulillah, goed mee omgaan. Maar kun je een moment nog herinneren dat zeg maar, nu wat bij jou naar voren komt van oké, dat was echt een moment, dat vergeet ik nooit meer. Ja, ik had dat meestal met voetballen, man. En dat was niet op zich qua naam of zo, maar gewoon echt hoe goed je kon voetballen. Ja, dan sommigen die kunnen daar bijvoorbeeld niet tegen. Ja. Weet je, ik herinner nog vroeger toen we hier voetbalden, ook met klasgenoten en zo. Ja, omdat je zo goed kon voetballen op die leeftijd, dan gaan ze je willen trappen. En daar kon ik af en toe niet goed mee om. Ik herinner nog dat ik iemand heel goed hier had getackled. En toen kreeg ik gelijk straf. Meester zegt, hier komen, gelijk naar boven. Dus dat was wel, dat zijn momenten voor mij geweest dat ik denk, beter mee omgaan. Ja, ja, ja. Hoe ga je hem meekrijgen? Het is echt, ik ben meer op momentopname. Okay? Dus ik moet ervoor zorgen, net als wat je altijd zegt, ik ben Khadija, weet je, dat een beetje erin brengen. Ja. Maar ik ga gewoon echt mijn best doen. Ik ga mijn best doen. Vind je het wel moeilijk? Wat wil je het liefst doen? Wat echt allerliefst? Wat wil je doen? Ik zou gewoon precies hetzelfde doen wat ik nu doe. Ja? Precies hetzelfde. Ja. Helemaal erin meegaan een beetje? Helemaal erin meegaan. Het moet wel. En uiteindelijk moet je af en toe wat je zegt. Hè, soms moet je wel een beetje kort gaan zitten. Maar ja, weet je. Hij heeft iets waar wij niks aan kunnen doen. Daar moet je gewoon veel geduld mee hebben. Ja. Dat is wel echt. Maar hij probeert je wel uit, hè? Hij test me wel uit. Ja. Hij test mij. Maar dat is normaal. In het begin is het altijd zo. Ja, ja, ja. In het begin, maar op den duur merk ik ben wel dat hij gewend gaat raken. Dus ik hoop het erin te slaan. We gaan ons best doen, Sjaar. We gaan hem halen. Kom. Ballen uitdelen, Bilal. Kijk eens, Bilal. Wil je nog een Khadija straks? Ja. Allah, kom. Ja, soms even assistentie nodig. Dus is altijd nodig. Ajax. Hij is van Ajax, hè? Oké, zonder warming up, hè? Zonder warming up. Kijk eens in de twee, hè? We gaan gelijk scherp. Oké, dames en heren, we zijn hier met... Dien. Dien en...
Nee. Dit is Dien, dames en heren, en dit is Leen. Nee. Wat dan? Ik ben Dien, IJsleen. Ja, kom op. Jullie zien precies hetzelfde uit. Ja, maar het zijn twee. Oké, maar dan heb ik een vraag, hè. Wie is eigenlijk het meest ondeugende van jullie twee? Hij zei het wel heel snel. Overtuigend. Oké, dames en heren. Zij moeten zorgen dat ze 1 minuut geen pannen krijgen van onze EU. 1 minuut. Zij zeggen dat het lukt. Denk je dat het lukt of dat het niet lukt? Ik denk het wel. Ja, dan zeg ik denk het niet. Ik denk het niet. Je moet zelfverzekerd zijn, hè? Toch? Wat denk jij? Ik denk het niet. Hij denkt het niet. En wat denk jij? Ik denk het wel. Niks, waarom? Oké, zijn jullie klaar voor of niet? Nee, ik ben niet zo. Oké, dames en heren, jongens en meisjes, papa's en mama's, neefjes en nichtjes, opa's en oma's, vriendjes en vriendinnetjes, broertjes en zusjes. Zijn jullie er klaar voor? Ja, ja. En de tijd... Onze neven zijn hier niet. Oh, zijn jullie neven hier niet? En de tijd gaat nu in. En we zijn de eerste 3 seconden. Oh, dat was bijna. Wat was dat? En... Oh! Kom maar even bij, cameraman. En wat zeg je? Jullie zijn duidelijk, broers. Wat gebeurt er nou? Krijgt hij nog een tweede kans of niet? Wil je een tweede kans? Ja. Okay. Onze tijd gaat door, hè? En dan gaat kijken. Oh, wat gebeurt hier? Oh, dit lijkt wel de salsa, dames en heren. Oh! Nee, de cameraman. Wat gebeurt? Hij zegt chips. Wat gebeurt er nou? Hij heet Lees. Lees chips. Wat gebeurt er nou, jongens? Ja, hij maakt de pannen. Ja, maar dat was niet de bedoeling. Ja, eigenlijk is de tweede is dat ze 10 keer moeten opdrukken. Gaat dat lukken, denken jullie? 10 keer opdrukken? Oké. Jullie laten zien hoe ze moeten opdrukken. Kijk eens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Ja! Applaus, hoor. Ja. Degene die 10 keer opdrukt, alsnog een pan. Ja. Maar goed, hè? Maar goed opdrukken. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 6, 7, 8, 9, 10. Ja! Applaus, jullie. Kijk eens. Zo, lief, hè? Wat gaan jullie doen met die band? Voetbal spelen. Kijk, voetbal op straat. Hey, een handje van jullie. Oké, dat was de eerste. Hoe voelde dat? Ja, ging wel snel. Ja, die ging wel heel snel, hè? Ja. Maar alsnog hebben ze een bal gewonnen, dus... Ja, toch? Had je verwacht van hem of niet? Hey, je bent sterk. Hey. Ik moet uitkijken van jou, hè? Je bent sterk. Echte mannen. Je moet je echt vertrouwen. Want je komt uit een gezin van hoeveel kinderen? Ja, wij zijn met de hele 11-tal. 8. Ja, ja. Hoeveel jongens, hoeveel 8, meiden? 6 jongens en 2 meiden. Ik moest gewoon nadenken. Nee, maar was dat gewoon normaal? Of was het ook zelfs in die, op dat moment ook wel van, oké, dit is wel een echt groot gezin? We waren wel van de buurt, zeg maar. Waren we echt bekend om een groot gezin. Iedereen kent elkaar ook. Het is een buurt waar iedereen elkaar kent. Dus dat geeft wel een warm gevoel. Dus we waren wel echt al heel bekend, zeg maar. Maar dat kwam ook natuurlijk door Noorden en Moerad natuurlijk. Ja. Iedereen kent mijn ouders ook. Dus iedereen kent elkaar hier ook. Ja. Snap je? Je groeit met elkaar op. Je kan bij wijze van, als er wat is, je ook naar elkaar toe gaan. Ja. Dus hoe was dat dan een fijne buurt. Als gezin? Want je hebt waarschijnlijk 1 douche. 1 toilet. Ja, dat was wel. Kijk, gelukkig hadden we echt we hadden 2 verdiepingen. Dus dat was wel. We hadden een groot huis, alhamdulillah. Ja, dat was wel even van doe snel en ik moet weg en dan komt die weer. Maar ik heb oudere broers, dus de leeftijdsverschil is heel groot. Ja, wat, want mijn oudste broer is nu op dit moment 52, dus die waren al uit huis. Ja, snap je? Ja. Noordin was natuurlijk ook al uit huis, Moerad ook. Mijn zussen die woonden nog wel thuis, maar die zijn ook vroeg getrouwd. Ja. Dus, maar dat was vroeger wel een dingetje. Ja. Ik denk bijna in elke gezin. Zeker. Denk ik. Zeker. Maar ik had wel het geluk dat die ouderen al thuis. En hoe was dat, zeg maar, als jongste opgroeien? Je bent toch ook apotje, hè? Ja? Ja, zeker. Waar merk je dat dan aan? Je krijgt aandacht. Toch anders. Kijk, ze zeggen altijd de jongste, maar die heeft altijd wel het zwaarste, dat is wat ze zeggen. Ja. Maar bij mijn geval... Hoe ervaar jij dat? Nee, alhamdulillah, bij mijn geval echt uit een mooie gezin gekomen. Alhamdulillah, een gezonde gezin. Ja, wat ik zeg, veel met elkaar meegemaakt. Goede dingen, gewoon echt meestal gewoon echt goede dingen. En als jongste is het natuurlijk anders. Je wordt schattig, snap je? Maar ook bij je broers en zussen? Ja. Ik krijg natuurlijk cadeautjes en zo, snap je? Dus ik werd wel altijd als het oogappeltje gezien.
En ook voorzichtig. Ze waren altijd voorzichtig met mij. Ja, geef kijk, vroeger, ik denk dat jij dat ook weet, dat was het gewoon ga naar buiten en ga maar kijken wat je doet, snap je? Maar ja, bij mij was dat toch wel anders. Mijn broers waren altijd wel voorzichtig met mij, snap je? Vroeg thuiskomen, niet te laat buiten. Ik herinner nog dat ik hier nog aan het voetballen was om 8 uur. En vanuit het raam, kom naar huis, gelijk, snap je? Dus dat soort dingen. En ik denk bij mijn broer, zeg maar, mijn oudere broers, dat dat niet echt het geval was. Het was gewoon echt meer van, ja, doe je ding en ga maar kijken wat je doet. Ja. De tweede, moet dat ook een jong persoon zijn? Of heb je iets van jongeren of zo? Nee, dat kan ook misschien wat ouder zijn. Ja? Maar we hebben iets voor iets ouder. Wat is Bille? Wat is Bille? Hij is foto aan het maken. Celebrity. Kom. Bille! Heb je een fotootje gemaakt? Lekker bezig, jongen. Kom, waar zijn we? Bille, kom. Box. Nee joh, kom hier! Kom! Kom! Jelle zit! Ja? Kom, Bilal. Daar zitten meer mensen. Bilal. Die kant of die kant? Die kant, hè? Ja, ben je klaar voor? Met je hoofd, hè? Met je hoofd. Koppen! Goed zo! Bilal, komt ie. Hey! Ja, jongens. Wat? Ryan kan ook deze twee. Dit is de eerste keer dat ik ze een beetje zie voetballen. Controle zit erin, hoor. Kom, we gaan heel snel mensen zoeken. Kom, jouw naam is? Mohammed. Yes. Aangenaam. Waar kom je vandaan? Eindhoven. En oorspronkelijk? Syrië. Syrië? Yes. Je mag deze bal winnen, vriend. Hou je een beetje van Nederland of vind je Nederland niks? Natuurlijk houdt hij van Nederland, maar natuurlijk. Oké, waarom? We krijgen een challenge. Jij kan deze bal winnen. Het kan voor jou zijn, of broertje, of zusje, of neefje. Dat mag je helemaal zelf bepalen. 1 minuut mag je geen pannen krijgen. Top. Is goed. Ja? Is goed. Als je een pannen krijgt, houd het op. Is goed, top. Krijg je geen pannen, top. Dan heb jij die bal. Is goed. Ja? Let's do it. Dames en heren, jongens en meisjes. Eyoub, Kari tegen Mohammed. Even kijken. Ben je klaar voor? Yes. 3, 2, 1 en start maar. Hou jij. Oh, Mootje die begint meteen al op de aanval. Ja, nee, joh. En Mohammed die is eventjes naar Schiedam. Gauw! En Mohammed die had bijna de bal, maar helaas niet. Kijk eens. Ja. Oh! Kijk eens. Oh! En hij wint bijna die bal, dames en heren. Maar we hebben nog een halve minuut. Nee, joh. Kijk eens. Oh, ja, zo, achter de stand ben je, meneer. Oh, Mohammed die moest eventjes draaien, even die bal zoeken. Ja, maar Mohammed, gaat hij die bal kunnen pakken of niet? Gaat hij die bal kunnen pakken of niet? En... Stop! Oh! Kom maar even bij, heren. Kom maar even bij. En is er in ieder geval liefde. Je bent zelf. Hey! Eindhoven, joh. Hey, joh. Wat gebeurt er nou? Hij is een linkspoot. Wat doe jij nou? Hallo. Wat ben jij aan het doen? We zitten midden in ons interview. Hij is een linkspoot, dus dan is het voor mij lastig. Ja, is het zo? Ja, voor mij dan, hè. Waarom dan? Wat een bepaalde hij staat heel anders, snap je? Oké, dat wist ik niet. Ik dacht dat niet uitmaakte. Sowieso, hij heeft zijn best gedaan. Besef eventjes dat jij gewoon geen pan hebt gekregen in 1 minuut van een van de betere voetballers, hè? Besef dat is niet. Ik ben trots op. Ayoub Bukhari. Ja mensen, dat was bal 2. Het staat soort van 1-1. Hij heeft 1 keer panna gegeven, 1 keer is het niet gelukt. Dus ik ben benieuwd naar de andere 3 keren. Ja, hij begint het warm te krijgen, dames en heren. Wat is er gebeurd, broer? Ja. Deze jongen, ik wil wel even mij die giffentjes geven. Om giffentjes. Hoe was het voor je ouders om zo'n gezin op te groeien? Ja, goed. Kijk, mijn ouders die komen ook vanuit Marokko natuurlijk naar hier toe. Mijn vader die werkt ook gewoon. Wat deed hij voor werk? Schoonmaakbedrijf, man. Hij had een eigen bedrijf? Nee. Hij werkte daar. Ja. Dus hij was daar ook uiteindelijk chef geworden. Mijn vader is toen destijds 2017 overleden, Larhamo. Maar alhamdulillah, gewoon altijd werken, man. Wat kun je nog herinneren van je vader? Mooie dingen, man. Echt mooie dingen. Dat hij kon echt streng zijn. Maar als hij in zijn motion zat, dan was hij echt gezellig, man. Waar kan hij streng over zijn? Ja, gewoon, vooral bij mij, zeg maar, echt vroeg thuis zijn. Weet je, goed je best doen op school. Als je niet goed je best doet op school, dan ga je ook niet voetballen. Ik denk dat soort dingen was hij wel echt strikt. En gewoon luisteren, man. Dus stel je voor, je moet wat halen, moet je dat ook gewoon doen. En als je dat niet doet, dan
was hij teleurgesteld, zeg maar. Ja, zij kon echt gewoon teleurgesteld zijn. Maar echt een, vooral in de buurt, iedereen kende hem ook. Ja? Ja, alhamdulillah, mooie, mooie, mooie man. Ja. Zeker, ja. En hoe was jouw band met hem? Heel goed, man. Ja? Heel goed, ja. Ik vind het ook, zeg maar, emotioneel om over te praten. Maar het is echt een goede band, alhamdulillah, dat ik dat met hem heb gehad. Wat is dan het, het meest emotionele, zeg maar, wat dan bij jou naar boven komt? Als we het over je vader hebben. Maar... Dat hij ziek was geworden, had suikerziekte. En qadar Allah, weet je, ziek geworden. Dus ik denk dat dat wel uiteindelijk wel het meeste pijn deed in de laatste fase. Dat hij echt de ziekenhuis in en uit moest. Maar dan denk ik weer aan die mooie momenten. En dat, dat geeft mij wel, zeg maar, die boost om te gaan. Ja. Ja, is het iets waar je vaak over praat? Nee, niet echt. Niet echt. Eerst wel. Dus toen hij net, zeg maar, in die tijd toen hij overleden was. Toen sprak ik wel heel veel. Dus, vooral de eerste twee jaren, zeg maar, had ik echt zwaar gehad. Toen ging ik daar heel veel over praten. Maar was dat met familie? En, was dat met iemand die ja, familie. Nee, familie, vrienden. Gewoon goede mensen om me heen heb ik, alhamdulillah. En dan praat je daarover en dan kan je daar zeg maar, je ei kwijt. Dus dat is ook een uitlaatklep voor mij geweest. En vooral in de eerste periode, zeg maar, in 2017, 2018. Ja, toen ging ik heel veel erover praten. Maar daarna, alhamdulillah, plekje gegeven. Ja, ik weet gewoon dat hij, alhamdulillah, trots op mij is. Wat zijn mooie momenten die jij hebt meegemaakt, waar je best wel vaak aan denkt? Je hebt vaak in het leven dat je hebt iets meegemaakt, zeg maar. Ja. En dat zijn een soort van flashbacks die iedere keer terugkomen. Zijn vaste momenten. Ja, heel veel. Ik denk, ik zeg eerlijk te veel om op te noemen, maar als ik een voorbeeld mag geven. We zaten hier thuis in de woonkamer. Dat was wel grappig. Toen was Noorden ook daar. Dus, en toen speelde Groningen tegen Feyenoord. En hij keek ook natuurlijk altijd voetbal. Was echt een, hij hield van voetballen. Ook gewoon voetballen zelf spelen, zeg maar. Voetbal kijken. En toen speelde Groningen Feyenoord. Groningen speelde thuis. En toen zei hij tegen mij van, wie denk je dat gaat winnen? En toen zei ik tegen hem, Groningen, snap je? En hij zei Feyenoord. En toen op een gegeven moment had Groningen gewonnen. Maar we speelden voor iets. Was hier een viszak. Ik zei van, als jij wint, dan geef ik je broodje. Hij zegt zelf, is goed. Toen heeft Groningen gewonnen. Toen was klaar. Toen zei hij, nee, ik heb Groningen gezegd. Ik heb geen Feyenoord gezegd. Ja, uiteindelijk toch die vis lekker voor hem gehaald, lekker gegeten. Ja, dat zijn dingen wat je herinnert. En heel veel echt mooie dingen meegemaakt. Hij was ook grappig. Je kon met hem echt humor had hij. Ja, ja. Maar als hij even in zijn moment was, dan weet er even afstand. Ja, ja, ja. En van het hele gezin, ben jij degene die misschien wel het meeste tijd met hem één op één heeft doorgebracht? Of waren het toch dat andere broers? Ja, ik denk toch iedereen. Ik denk wel iedereen. Iedereen was wel dicht bij hem. Maar omdat je natuurlijk de jongste bent, je bent nog thuis, je woont nog thuis. Ik denk wel dat ik de meeste met hem heb kunnen doorbrengen. En daarom was het was wel echt zwaar voor mij dat ik hem had verloren, subhanallah. Maar je wordt ouder, je wordt volwassener en op een gegeven moment ga je het accepteren. En dat was voor mij wel lastig. Ik zeg eerlijk, soms heb ik er wel last mee, zeg maar. Welke momenten zijn dat voor hem? Ja, dat even niet mee zit. Dan komt dat ook even weer naar boven. Weet je, dat je daar toch af en toe beter om kan gaan. Maar alhamdulillah, de laatste tijd ben ik daar wel beter mee om kunnen gaan. Ja. Dus, maar in het begin was het wel lastig. En zijn dat dan vooral dagen zoals Eid, Ramadan? Ja, man, zeker. Vooral ook Ramadan. Weet je, dat je zulke dagen toch met hem wil doorbrengen. Alhamdulillah, we hebben genoeg Ramadans meegemaakt dat ik met hem herinner. Maar ja, dat komt wel dan even naar boven. Leid natuurlijk ook. Maar niet alleen dat soort momenten. Ook gewoon, als je soms met je moeder bent, zeg maar, dat je hem... Want op dit moment kon ik hem, zeg maar, meenemen, snap je? Dus die tool, zeg maar, heb ik nu. En, maar alhamdulillah. Dus dat is wel wat mij echt... Je zou echt graag willen zien dat hij zou komen kijken. Ja, dat ik hem gewoon kijk, je weet toch, die zaalwedstrijden. Snap je, vroeger was dat veld bij Sparta natuurlijk. Ja. Maar alhamdulillah. Wat ik wel echt ook herinner is dat zijn laatste woorden waren, zeg maar. Dat hij zei van, Qilla gaan ze hem een contract geven. Dus dat waren zijn laatste woorden. Dat waren zijn laatste woorden? Ja. En Leaunik, weet toch? Dat was gewoon bij ons thuis en hij is in het ziekenhuis van overleden. Ja. Maar alhamdulillah, ja toch. En dat het dan ook echt gelukt was? Ik ben natuurlijk geen prof.
Maar dat ik wel zo'n WK mag meemaken, ik denk dat hij sowieso zou kijken. Dus thuis, voor hij was thuis. Ja, het kwam natuurlijk overal, dus ik denk wel dat hij zou kijken. Want hij was echt, hij hield van voetballen, ook om daarnaar te kijken. Hoe was dat die periode voor je moeder? Ja, zware periode natuurlijk. Ik denk dat voor ieder dat heel zwaar is als je natuurlijk je man verliest. Maar alhamdulillah, ze is er echt ook sterk mee omgegaan. Ook uiteindelijk een plek omgevonden. Mijn vader was natuurlijk echt ziek, snap je? En we zagen het al een beetje aankomen dat hij... maar ja, je weet nooit wanneer die dag zou komen. Het was echt onverwachts voor ons geweest. Maar alhamdulillah, echt... alhamdulillah, mijn moeder is een hele sterke vrouw. Natuurlijk 8 kinderen opgevoed. Nee, alhamdulillah man. Goed mee omgegaan. Zijn er ook wel eens momenten dat jullie erover kunnen praten? Of is het een beetje, tenminste bij mij thuis, merk ik zelf dat ik thuis lastig over dingen kan praten? Nee, met mijn moeder, ik praat echt alles over met haar man. Het is gewoon mijn, ga ik je zeggen, vriendin, moeder, alles in één. Ik kan met haar alles delen. En stel voor, zij zit met iets, dan kan zij dat ook gewoon met mij altijd delen. Dus, je hebt echt een hele sterke band. Ja man. Ik zeg eerlijk, ik zou mij niet voorstellen om met iemand anders nog zo'n sterke band te krijgen. Ja. Mijn moeder is sowieso klaarstaan. Ik sta altijd voor haar klaar. Als iets nodig heeft, ik probeer met haar altijd leuke dingen te doen. Dat ze ook even eruit is. Dus alhamdulillah, mijn moeder is gewoon... Het raakt je ook, hè? Ja, man. Ja, zeker. Het is... ik zeg niet dat het echt lastig is om over te praten. Maar er zijn zoveel dingen dat het is te veel om op te noemen. Ja. Dus alhamdulillah, echt sterke moeder heb. Ik vind het altijd mooi als ik vooral met Marokkaanse bekende mensen praat over vader of over moeder, vooral over moeder. Ja. Dat iets naar boven komt. En ik vind een van de mooiste dingen is dat ze altijd de mogelijkheid hebben om iets tegen hun moeder te zeggen. Ja, wat ga ik je zeggen? Moeder, ik zal altijd voor jou klaarstaan. Ik denk, wat ik net zeg, het is te veel om op te noemen. Ik denk dat zij dit ook zelf weet, dus mocht ze dit kijken, dan weet je, inshallah, ik zal er altijd voor je klaarstaan. Bam, nog een keer. Ik heb deze man, ga ik volgens mij meenemen naar het WK. Yes. Wacht, blijf staan. Dames en heren, ik heb hier een jongen gevonden. Die is helemaal bereid, want die heeft hier... Kijk eens wat voor schoenen heeft hij, kijk eens, doe je het laten zien. Hij heeft gewoon voetbalschoenen. Hij is helemaal voorbereid. En hoe oud ben jij? 18 jaar? Oh, 9 jaar alweer. Over 8 jaar. Kijk, heb je al een snorretje of niet? Ik zie een klein beetje een snorretje of niet. Hé? Hey, dames en heren. Hij zegt dat hij in 1 minuut geen pannen krijgt van Ayoub. Wat denk je dat hem gaat lukken of niet? Dat gaat niet lukken, hè? Nee. Hé, hey, wat ben je nou aan het doen? Oh jee, wat doet hij nou? Is toch niet helemaal de bedoeling? Hallo, ga nou eens even staan jongens. Hallo. Dames en heren, Bilo tegen Enzo. En de tijd gaat nu in. Oh, kijk eens. Kijk eens. Oh nee. 8 jaar hoor, dames en heren. Oh! Enzo, kom erbij. Wat gebeurde hier nou? Gaf je Bilo nou gewoon een panna? Ja. Meen je dat nou? En denk je dat je dat ook tegen hem kan? Wow. Oké. En de tijd gaat nu in. Oh, en kijk eens, dit is even een ander niveau. Oh, wat gebeurt er nou? Kijk eens. Hij houdt zijn beentjes dicht bij elkaar. En we zijn alvast 15 seconden verder. Oh! Ja, die laat zich niet gek maken hier. Laat ze niet gek maken. Kijk eens, bellen, ik weet niet met wie. Dat is een heel belangrijk telefoontje. Kijk eens. Oh, joi. Oh. En stop. Kom er even bij, jongen. Hey, jongens. 1 minuut lang, vriend. En je lacht niet eens, hoe kan dat? Ben je blij? Ja, dit is toch geweldig. Mooi. Ja, dan krijg jij een, wat heb jij dan verdiend? Een bal. En wat voor een? Van een Nederlandse? Van Nederland, dames en heren. Ja. Hey, heel veel succes verder, hè? En veel voetbal op straat. Ja? Ga je nog slaan, of niet? Dames en heren. Wat kind is deze? Kleine voetjes. Eerst links, nu kleine voetjes. Heel veel excuses. Kijk, je ziet ook. Ik kom met voetbalschoenen, lekker lopen in de stad, daar houdt van. Ja toch? Dan weet je dat zulke... Dan verdient hij het gewoon, hè? Dan verdient hij. Absoluut. Op naar de volgende. Let's go.
Nou, als, zeg maar, als die kinderen zo naar je toe komen of mensen zo op de foto. Dat is voldoening. Ja? Dat is voldoening, dat is voldoening. Geeft je toch een extra motivatie. Heb jij wel eens momenten dat je denkt van, nee, nu heb ik geen zin om foto te maken? Dat heb ik meestal naar een verliespartij. Dus ik heb verloren voor een belangrijke wedstrijd. Dan denk ik wel soms van, oké, dan zit ik even in mijn emotie. Ja. Maar alsnog... Mashallah. Sterk, Bilal. Soms na de verliespartij heb ik dat wel. Alleen, alsnog ga ik dan op de foto. Ja, oh, je doet het toch wel? Ja, 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 zeker. Ja. Dat is belangrijk. Jalla, kom, gaan zoeken. Zie. Samen, kom maar. Kom maar. We zitten nu hier bij de Valentijn. Ja. En wanneer ontdekte jij dat jij anders was dan een gemiddelde speler? Dat was al eigenlijk, ik denk al sinds groep 4. Groep 4 zeg maar dat ik, nog jonger man eigenlijk. Ik was echt 4 jaar. Toen merkte je zeg maar al van, hey, deze jongen kon voetballen. Er waren oudere jongens die hier voetbalden. Mijn broers ook heel vaak. En toen zeiden ze al van, kun je 10 keer hoog houden? Dat deed dat heel makkelijk. Snap je? Die bal was groter dan mij. Dus, maar ik deed al hele gekke dingen, gekke trucjes. En toen wisten ze al van, dit gaat wel wat worden. Dus... Jouw droom was profvoetballer worden? Ja. Wat is de club waar je graag wilde spelen? Sparta, man. Sparta was wel echt, daar begon ik ook. De meeste mensen zeggen Barcelona, Feyenoord, Ajax. Nee, Sparta is wel echt een club geweest zeg maar, die echt uit de buurt is. Dat is echt vanuit deze buurt, Rotterdam-West. Mijn broer heeft daar ook gedebuteerd natuurlijk. Dus dat speelde ook echt een hele grote rol. En ja, hem zag je natuurlijk ook als voorbeeld, snap je? Dus dat was wel echt een droom voor mij zeg maar, om daar te debuteren. En dat is mij uiteindelijk ook gelukt. Maar niet voor lang. Maar alhamdulillah, dat was wel echt een droom voor mij. En natuurlijk wil je natuurlijk uiteindelijk buitenland voor volle stadions spelen. Sparta was wel echt, Sparta was voor mij echt een droom om in het eerste te komen. Ja, ja. Tja, op een gegeven moment dan kom je bij Sparta. Was het voor jou lastig, mentaal? Dus niet alleen voetballend, kon je het een en ander? Maar nee, waarom? Omdat ik in de jeugd heb ik al BVO, had ik al BVO gespeeld. Ik heb natuurlijk bij Excelsior gespeeld, Feyenoord, Sparta begonnen. Dus voor mij was dat niet echt, mentaal was dat niet lastig. Zeker niet. Ik ben wel iemand die bewijsdrang heeft. Dus ik wil me echt bewijzen. En als ik wat doe, dan is dat gewoon 100%. En ik denk dat ook echt van de buurt komt. Vroeger was dat ook op pleintje, zeg maar. Dat was niet echt op 10% spelen. Dus het is ook een harde buurt, snap je? Dus als je van hier vandaan komt, dan ben je op jonge leeftijd al heel snel van... Daarom zeg ik altijd geefentjes. Dus dat komt van hier. Het is niet zomaar, hè. Nee, maar het is een harde buurt en je moet snel voor je streep staan, anders ga je het niet redden. Wat is de reden dat je dan uiteindelijk bij Sparta, of niet meer doorging bij Sparta? Dat had met veel aspecten te maken. Ja, aan kwaliteit lag het niet, maar het was echt de periode, zeg maar. Ze zaten echt in een hele lastige periode. Ze speelden natuurlijk keukenkampioendivisie en ze wouden promoveren. Uiteindelijk is het gelukt en dat was heel simpel. Als we promoveren, dan gaan we andere spelers halen. En als we erin blijven, dat zijn letterlijk de woorden die tegen mij werd verteld destijds. Vond je dat fijn dat die woorden worden uitgesproken, dat je meteen weet waar je aan toe bent? Of? Ja man, aan de ene kant wel. Aan de ene kant wel. Ik vond dat wel echt goed, voor mezelf ook. En ik keek gewoon die wedstrijd live. Dat was tegen Graafschap, toen kopte Adel Ausar die laatste minuut kopte hem erin. En natuurlijk, bij ons thuis waren ze blij. Maar ik zeg, waarom zijn jullie blij? Want we wisten niet wat er natuurlijk speelde. Je had niks gezegd? Nee, ik had niks gezegd, maar ik vond het spannend. Het was nog in de Ramadan, subhanallah. Het was echt in de Ramadan. En mijn broer zei ja! Je weet in welk jaar was dit ongeveer? Dit was in rond 2000. Ja, het jaar dat mijn vader erg overleden was, man. 2017-2018. Ja, in die periode, man. Daarom zeg ik, alles kwam echt op één. Het was echt een... Weet je, en dat was wel echt een zware periode voor mij geweest. Kijk, ik ben niet iemand die in een hoekje gaat zitten en dan de hele tijd zo gaat, zo ben ik niet. Snap je? Dat komt gewoon hoe ik ben opgegroeid, snap je? Maar onbewust, zeg maar, merkte ik wel aan mezelf van, het was wel een zware periode. Maar alhamdulillah, ik zeg eerlijk, geloof heeft mij ook echt heel veel gered. Hè? Ja? Ja, man. Alhamdulillah, geloof heeft me ook heel veel gedaan. Ik had een broeder, Yassin, die muskshop verkoopt. Ja. Ja, hij. Van bij Rotterdam altijd? Dus hij is een goede vriend van mij. En die was ook altijd met geloof bezig. We spraken daarvoor al heel veel over geloof. Ook toen mijn vader gewoon leefde. En toen destijds dat het is gebeurd, heb
Ik heb hem heel vaak ook gesproken, daarvoor ook. Toen zei hij van, weet je, iedereen gaat, snap je? Alhamdulillah dat je met hem altijd bent goed geweest, snap je? Maar ook met dat voetballen, het kwam ook echt erop. En je wil natuurlijk prof worden, snap je? Ik had ook mijn vader subhanallah beloofd van ik ga het doen. Dus ik echt gewoon van overtuigd. Maar op een gegeven moment geaccepteerd. Weet je, je wordt ouder. Toen kwam zelf voetbal. Weet je, die keuze toen gemaakt. Heb je die zelf gemaakt of was dat zelf. Met je broers ook gehad? Nee, zelf. Kijk, mijn broers uiteindelijk hebben ook hun eigen ding, weet je, zeg, trouwens natuurlijk. En ik ben wel iemand, wat ik zeg, ik ben heel snel volwassen geworden, heel snel op mezelf, snap je? Dus tuurlijk spreek je dingen met hun. Ik heb vooral natuurlijk, algemeen, vooral... Ja. Maar ja, dat ook besproken met hun natuurlijk, van wat zou je daarvan vinden als ik gewoon doe, man. Zodat je je goed voelt. Misschien moet je het gewoon proberen aan te kijken, even een jaartje. En dan van daaruit kijken. Abdullah! Hè? Abdullah! Dames en heren, wij zijn hier met even, kom even in het midden staan. Om te beginnen, ziet er netjes uit. Of niet, Ayoub? Die noemen ze Alfliek. Alfliek. Even. jij gaat opkomen voor jouw buurt, toch niet? Ja, hij gaat die bal proberen te winnen voor de buurt. Ben jij rechtsbenig, linksbenig? Hij is rechts. 1 minuut, geen pannen krijgen van de speler van het Nederlandse elftal, Ayoub. Ja. Pilar en Effe, we gaan eerst beginnen en we gaan met elkaar. De tijd gaat nu in. Oh jee. Kijk eens. Oh. Ja, nee, dat Pilar, dat is niet goed, jongen. Oh, kijk eens. Pak hem, Bilal. Goed zo, Bilal. Goed zo. Ja. En Bilal is weer in de aanval. Oh, bijna, dames en heren. Oh. Kom hier, Bilal, kom hier. Wat is dit nou? Waarom lach je? Je geeft een box. Waarom lach jij? Had je pannen gegeven, Bilal? Even. Hè? Yeah. Je kijkt nog rustig ook. Hij is nog steeds zenuwachtig. Dames en heren, jongens en meisjes, papa's en mama's, neefjes en nichtjes, opa's en oma's, vriendjes en vriendinnetjes. 3, 2, 1 en start! Oh, kijk eens. En wat een beweging, dames en heren. Kijk eens. Oh, dat was de eerste poging. Kijk eens. En de snelheid zit erin. Wat gebeurt hier? Allemaal toch schouw. Oh nee! En Effe heeft weer de bal. Oh, dat was een beweging! Oh! Wat was dat voor een beweging, zeg! Dat was toch een prachtige beweging van Effe. Oh! Dat was iets te snel. Kijk eens, het begint nu echt op. Oh, kijk eens! Alles gaat omheen. Kijk eens, en Effe zijn sokken zijn nat. Ja, het is inmiddels al... 20 seconden voorbij. Ik weet, Ayoub, je kan gewoon niet tegen zijn verlies. Ik weet het gewoon. Ik voel het. Even, kom er even bij. Hey bro, wat ga je zeggen tegen de mensen? SO naar mijn moeder. Oh, oké. Sterk. En SO naar Mert, abonneer op hem. Ook op hem. Hey, we zeggen altijd. Ayoub, waarom was dit lastig? Hij is gewoon verdedigd. Klaar. Dus, dit is zeg maar Matthijs de Ligt. Yeah. Dit is een Matthijs de Ligt. Hey, hoor je dat of niet? Ja, je hebt geen pannen gekregen van Gippings. Maar bro. Je hebt wel goed gedaan. Bro, je hebt de bal gewonnen voor de buurt. Dankjewel. Mensen, wij gaan naar de volgende. Effe, heel veel succes. Love naar jou en tot snel. Ja toch? Rustig aan jullie. Veel succes. Oké, dames en heren. We hebben nog één bal. Nog één challenge. Hè? Die 1 minuut is pittig, hè? 1 minuut is ook echt pittig. Zwaar. 1 minuut is echt zwaar. Vooral, hè, 1 minuut kun je echt wel mentaal volhouden. Ja. Maar goed, dit is een mooie uitdaging. Je speelt niet zomaar bij het Nederlands elftal. Dus mensen, de laatste bal. Loop mee. Let's go. Op een gegeven moment kom je in een situatie dat ineens het Nederlands elftal, KNVB. Ja, dat was... Ik herinner nog dat ik eerste jaar... Toen speelde bij Eindhoven, hadden ze EK in Nederland. Toen was de bondscoach. Ja, althans mensen gingen naar hem toe van, hey, moet je even in de gaten houden. En die kende mij al natuurlijk vanuit de jeugd. Ik heb ook Nederlands elftal gespeeld in de zaal. Toen was dat district, NK, toen ook kampioen geworden. Die kende mij al. Alleen hij vond het nog te vroeg, zeg maar, tegenover de andere spelers om mij toch mee te nemen, zeg maar, naar het EK. Corona kwam toen, hadden we 1 wedstrijd gespeeld en daarna was het afgelopen. Dus dat natuurlijk te begrijpen. En daarna, tweede jaar gelijk opgeroepen. Het ging echt heel snel, alhamdulillah. Maar ook opgeroepen, even dat moment. Ja. Wat kun je daarvan herinneren? Zo,
dan moet ik even teruggaan. Toen ik werd opgeroepen, dat was nog van de oude bondscoach. Had ik mijn debuut gemaakt tegen Georgië. Dus dat was ook gelijk debuut. We gingen misschien één keer trainen. En daarna was gelijk gelijk na het EK, toen in Nederland. Ja, debuut gemaakt, ging goed. Ja, daarna gewoon vaste waarde geworden, man. Maar is dat moment, hè, dat je gebeld wordt door de KNVB? Kun je dat moment nog herinneren, dat je gebeld werd? Of dat... Ja, zeker. Dat gaat gewoon... ik werd gebeld natuurlijk. En meestal gaat dat ook via de mail. Dus dan krijg je een mail binnen. En dan krijg je een hele lijst, zeg maar, met spelers die worden geselecteerd. En je het toen zelf door of werd het jou verteld? Ik werd wel gebeld zelf door de bondscoach, omdat hij had mij op stand-by-lijst gezet bij het EK. Ja, snap je? Ja. Dus mocht er iemand uitvallen, dan zou ik gelijk eventueel mee kunnen. Dat gebeurt niet echt heel vaak bij de KNVB, zeg maar, bij Oranje. Maar ja, ik was natuurlijk uitzonderlijk, zeg maar. Een uitzondering werd gemaakt. En toen zei ze van, mocht er echt iemand uitvallen, dan kun je mee. Dus ik werd al in de gaten gehouden. En ik kreeg die belletje. Ik had hem ergens toch wel natuurlijk verwacht. Omdat heel veel mensen dan ook praten, snap je, van die moet je meenemen, die moet echt erbij. En wat vond jij zelf ook? Ja, ik vind het lastig om over mijzelf te praten, je weet toch. Waarom? Ja, ik... Als je ergens goed in bent, dan mag dat ook gezegd worden. Ja, maar ik heb liever toch dat iemand anders, zeg maar, dat liever, zeg maar, dan zegt dan ik dan over mezelf. Ik vind het heel lastig om over mezelf te praten. Maar als je kijkt op voetbalgebied, vond ik wel dat ik daarbij. Omdat ik heb alhamdulillah bepaalde kwaliteiten. Ja, mannetje passeren, snap je. Ik kan mensen voor de goal zetten. Dus ik kan het team ook gewoon helpen. En... Ik vond wel dat ik daarbij hoorde. Ja. Als ik dat mag... Mag je zeker zeggen? Mag zeggen. Ja, ik vind het lastig om over mezelf te praten. Ik hoor heel vaak dat mensen dat zeggen. Ik vind het lastig om over mezelf te zeggen. Maar ik heb ook zoiets van... Als je gaat solliciteren, dan benoem je ook... Ja, zeker. Dan moet je kwaliteit. Ja, je moet je kwaliteit... Tuurlijk. Snap je? Want je benoemt ook prima de dingen waar je tegenaan liep. Of dingen die je kon verbeteren. Ja. Dus dan... Ja. Vind ik het toch wat anders? Ja, klopt. Nee, heb je gelijk. Alleen soms vind je dat ja. Lastig, snap je? Kijk... Mohamed Ali deed het ook, hè? Ja. Maar dan moet je toch die kwaliteit daarvoor hebben. Hè. Kijk, hij kon het heel goed. Kijk, jij zegt niet ik ben de beste. Dat is een ander verhaal. Nee, dat zeg ik nooit, man. Ik zeg dat nooit. Als jij zegt ik ben de beste, dan kan ik snappen hoe hoog moet. Ja, ik vond wel dat ik erbij hoorde. Ja, ik vond wat je zegt, dat kan op zich wel. Maar ik vond, soms vind ik dat, zeg maar, lastig. Ja. Ik weet niet waarom ik dat aan heb, maar... Nee, je bent niet de enige. Ja, ik vind dat... Ik merk dat veel, zeker bij Marokkaanse spelers. Ja, man. Ik vind merk dat heel erg. Ja, dus ik heb liever dat andere mensen, zeg maar, zo, je bent echt Lama Berk goed, je kan goed voetballen. Dus ik heb liever dat dan dat ik over mezelf ga zeggen van ja, ik ben echt goed in dat en ik ben mezelf, we zijn allemaal hetzelfde, dus... Sexy! What a flower! Gaat niet aan. Sexy! Oké, dames en heren, we hebben de allerlaatste bal en we hebben hier een topper gevonden. We staan hier met... Eftel, ja. Gaat alles goed? En je bent een beetje rustig. Hoe kan dat? Verlegen. We hadden net ook een andere jongen, die heette Evan, die was ook verlegen. Maar die is gewoon met de bal vandoor gegaan, hè? Dames en heren, zij gaat dus 1 minuut lang eerst tegen Bilal. Bilal haar panna kan geven, of zij Bilal een panna kan geven. En dan met de Nederlandse elftal speler, Kari, dames en heren. Ja, ja. Ben je er klaar voor? Ja. 3, 2, 1, yes! Niet lopen. Kijk eens, oh! 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 Wat was dat? Wat was dat? Oh! Kom op! Oh! 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 Moet je kijken, je had nog 3 seconden. Hey, maar nu begint de echte wedstrijd. Kom maar binnen, geef eens. Oké, hoe ging dat? Ja, ben je nog steeds zenuwachtig? Ja. Hé? Oké. Joep, aan jou de eer, jongen. Kijk eens, alsjeblieft. Dit techniek, hè? Dit techniek. Oké, wacht even binnen. 3, 2, 1. En de wedstrijd is gestart. Kijk eens, je hebt het wel een beetje lastig gemaakt. Kom eens even hier, kom eens even bij staan. Hey, kom even aan deze kant staan. Hey, wat gebeurt er nou? Het ging zo snel. Hey Joep. Ja, nog Bilal aan mij zei, hè? Ja, hè? Ik en Bilal. We gaan een panna geven. Toch, Bilal? Maar omdat je Bilal een panna hebt gegeven, hadden je beloofd, hè? Die is voor jou. En dat je toch hebt gedurfd, vind ik knap. Dat is echt knap. Wil je nog iets zeggen? De buurt zegt tegen je ouders, tegen familie? Helemaal niks? Nee. Gewoon bal pakken en wegwezen? En wegwezen. Hey, succes, hè? Succes, hè? Doei. Even club 0.
Mensen kennen je van zaalvoetbal, ze kennen je van de achternaam Bokari, maar ook de filmpjes met op YouTube. Ja, met Nozani. Ja. Ja, zeker. Dat heeft ook een podium gegeven met FC Straat. Ja, natuurlijk. Ja, hij heeft Lammerberg mooie dingen opgezet. Ja. Ook voor de jongeren, zeg maar, dat je gewoon vanuit straatvoetbal heel gewoon wat bereikt. Dus, dat was echt een mooi project. Ja, het is echt een mooi project. Hoe hij dat ook heeft gedaan, is echt mooi. En wat was voor jou de reden om daaraan mee te doen? Souf kende ik al vanaf jongs af aan natuurlijk. Ja, toen ik 15 jaar was, speelde ik al met hem bij TP. Maar eerlijk, het is ons ook een beetje voetballen. Ja, hij kon wel voetballen. Ja. Hij kon voetballen. Maar ik vond hem, zeg maar, wat ik goed van hem vond, is dat hij in alles goed was. Dus hij kon hoog houden, hij kon showtjes geven, hij kon 5 tegen 5. Dus dat kon hij echt, dat kon hij goed, man. Ja, hij heeft ook Oranje gespeeld, hè? Ja. Dus dat is ook niet zomaar. Ja. Heeft hij jou benaderd of heb jij aan hem gevraagd? Nee, hij heeft mij benaderd. We hadden een groep natuurlijk ook daarvoor. En toen zei hij van ik ga een project starten, FC Straat. En ik wil je daar ook erin hebben. Dat heeft ook wat gedaan, man. Zeker. Probeer eens te beschrijven wat dat gedaan heeft. Hij wordt natuurlijk herkend. Kijk, hij heeft aan Lammerberg een grote bereik. Hij heeft mij die podium gegeven. Die heb ik ook natuurlijk gepakt. Dit heeft ook heel veel impact gehad. Wat ik net zeg, heeft een groot bereik. En overal word je toch wel herkend. Ik denk het platform YouTube, zeg maar, op dit moment. Weinig mensen die kijken niet zo vaak tv. Vroeger hadden we geen YouTube. Dat was gewoon standaard. Dat was gewoon NOS, RTL 4, RTL 5. Maar grote netwerk en van daaruit FC Straat, weet je, overal waar ik kom, mensen willen met je op de foto. Dus ik denk door dat ook, zeg maar, dat het ook door dat is gekomen. Ja, zeker. Kijk, hij kan heel veel met een bal, wat je zegt, groot bereik. Ja. Is dat niet iets voor jou om iets met social media te doen? Kijk, je bent wel actief. Ik heb daar echt een lange tijd over nagedacht. Ik zat daar ook heel lang mee. Dit is wel het moment dat ik er wat mee ga doen. En dat is meer het doel daarachter. Het is meer voor mijn jongeren toch meer die zin te geven van gewoon lekker voetballen, man. In plaats van PlayStation of de hele tijd met die telefoon zitten. Dus, Waarom vind je dat zo belangrijk? Omdat ik, als ik kijk naar mijn jeugd, naar mezelf in mijn jeugd. We hadden toen geen internet op onze telefoons, man. Ik had niet eens een telefoon. Dan was het gewoon elke dag buiten spelen. En ik denk, op de straat heb ik gewoon heel veel geleerd. Het is vallen, opstaan. Je leert niet alleen goed voetballen, maar ook wat je zegt. Wat ik net ook zeg, je moet echt op je streep staan, snap je? Je wordt ook snel volwassen. Dat leer je ook gewoon allemaal in 1 tegen 1, 5 tegen 5. Dus hier heb ik echt heel veel dingen geleerd, man. Ja. Ja. Voel je ergens de drang om in ieder geval iets terug te geven? Ja, iets terug te geven. Dat ik gewoon ook wat Souf nu doet. Ja, door hem krijgen mensen ook gewoon veel zin om gewoon op straat te voetballen. Om überhaupt te gaan voetballen. Denk je dat hij zo'n impact heeft? Ja, zeker. Dat mensen echt denken van nee, ik ga het ook proberen. Ja. Wat ik zeg, die FC Straat heeft echt een... impact gegeven op de jongeren. Ja, dat je veel op straat moet gaan voetballen. Ja. Dus wat ik zeg, denk hij ook. Hij heeft ook heel veel op straat gevoetbald. Ook met mijn broers natuurlijk, met Murat. Murat was ook natuurlijk ook echt de grondlegger, zeg maar, van het straatvoetbal. Zeg maar. Ja, dat was toch anders dan nu. Ja. Wat je net ook zegt, je hebt net met die kleintjes gespeeld. Ja. Dat is toch anders. Ja, eentje heeft pizza in zijn hand. Ja. Snap je? Ja, dat hadden wij niet. Hij speelde echt voor, weet je, 5 tegen 5 speelde hier op kleintje. En als je hebt verloren, dan was het een ijsbeker halen bij de Turk, snap je? Dus dan speel je voor iets, maar dan is het leuk, snap je? Ja. Geen pizza in de hand of telefoon of veel tijd zo zitten. Dat was er niet. En dat vind ik nu deze tijd echt zonde. Het verbindt ook. Dat is het mooiste, zeg maar. Het is niet alleen voetballen, maar ook gewoon de verbinding. Ja. Je ziet elkaar, snap je? Kijk... Soms spelen we ook, zeg maar, uurtjes met elkaar of weet je, ook nu. En dan zie je elkaar weer, zeg maar, snap je? Ja. Nu iedereen heeft zijn eigen dingen, maar dan kom je weer bij elkaar en dat is natuurlijk wel mooi om te zien. Een van jou, wat ik altijd hoor zeggen, giffentjes. Er zit een hoop gif in jou. Ja, dat wat ik net zeg. Kijk, ik kom uit een buurt waar je... Het is een harde buurt en waarom ik altijd giffentjes zeg is... komt uit het woord van sim. Dus daarom in het Nederlands is het giffentjes. Nee, waarom ik dat zeg is natuurlijk ook gewoon meer voor de leuke. Snap je ook voor die jongeren natuurlijk. Als je dat hebt, moet je altijd hebben. Maakt niet uit met wat, met werken of je nou ergens waar je goed in bent.
moet je altijd gifjes hebben. Ik zie heel vaak dat je best emotioneel kan zijn tijdens een wedstrijd. Ja, je houdt niet van verliezen. Dat is die gif. Daarom zeg ik, hij komt weer terug op die gifjes. Ja. Dus dat is gewoon... Maar is dat altijd al in jouw leven geweest? Op school en zo? Ja, ja, ik kon heel slecht tegen mijn verlies. Niet echt dat ik dagenlang ermee ga zitten ofzo, maar op het moment zelf, ja, ik doe alles op 1000%. Dan komt daar een beetje emotie naar boven, snap je? En waar denk je zelf dat die emotie vandaan komt? Dat je zo emotioneel op sommige momenten kan reageren? Ja, dat komt ergens vandaan. Ik denk natuurlijk met de jeugd, wat je natuurlijk allemaal hebt moeten maken. Kijk, het is niet altijd rooskleur maneschijn geweest. Maar ik denk dat het af en toe vandaar komt. Maar de laatste tijd, alhamdulillah, merk je dat je daar makkelijker mee om kan gaan. Ja. Vooral die winnaarsmentaliteit, man. Dus dat is echt gewoon, de drang om te winnen is gewoon echt groot. En heb je zelf het gevoel van, oké, ik wil daar nog steeds in veranderen of blijf veranderen? Of zeg je van, ik heb dit wel nodig om succesvol te worden in mijn leven? Dus los van het voetbal, maar gewoon überhaupt in het leven. Geloof jij dat je die gif? Nee, die moet je natuurlijk af en toe balanceren. Kijk, het is niet zo dat je elke keer... Weet je, in die emotie zit? Nee, totaal niet. Dat heb ik ook niet. Ja. Het is niet zo van, ik moet. Soms ook, het is met voetballen altijd zo. Hè. Ja, ja, ja. Kijk, ik denk als jij zelf gaat voetballen en echt serieus, dan ga je het ook zelf merken dat je heel graag wilt winnen. Maar dat is ook bij onze Marokkaanse gemeenschap. Is dat zo? Ja, tuurlijk. Van die temperament? Ja, het is gewoon, ik wil niet zeggen temperament, maar de drang om te winnen, dat hebben wij gewoon in ons. Ja. Ja, af en toe merk je zeg maar van, oké, misschien... Zou je dat iets rustiger kunnen uiten? Ja. Maar ik vind dat soms juist goed. Want als je dat niet hebt, ja, dan is met alles zo. Ja, snap ja. je? Dat is gewoon die mentaliteit die je gewoon die van jezelf moet hebben. Dat is met alles zo. Welke persoon krijgt jou altijd eigenlijk vrij snel meteen rustig wanneer je in die emotie zit? Goeie vraag. Echt een goede vraag. Ja. Kijk, bij Nederlands elftal, als ik over Nederlands elftal... Ja, dan was dat... ik ga het nu zeker mee kijken. Tevfik Sayar. Ja? Ja, Tevfik Sayar was echt iemand die gewoon ook gewoon veel met me sprak en zo. Dus weet je, dat was ook mijn kamergenoot altijd. Dus, maar wat maakt dat hij... kijk, want ze gebruiken bijna allemaal hetzelfde woorden. Ja, het is gewoon een bepaalde chemistry die je hebt. Eigenlijk wel iedereen. Vooral bij Niels Aftar ook. Ik kom met iedereen goed gewoon praten, snap je? Ja. Maar omdat hij natuurlijk mijn kamergenoot is, dan praat je af en toe gewoon. En van beetje beter, dit komt beter, dat komt beter. Mogen Allah jou alles geven waar goedheid in zit. Amen. En alles waar slechtheid in zit, zo ver mogelijk bij je vandaan halen. Amen, broeder. Mogen Allah de boze ogen ver van je vandaan halen. Amen, amen. En al jouw wensen, inshallah, kort termijn laten vervullen, inshallah. Inshallah. Ik vind het echt super tof om deze video met jou te maken. Love. Wat ik hoor en wat ik meemaak is, je bent echt een voorbeeld. Ik wil jou bedanken voor alle tijd, positieve energie wat je geeft. Ja. En een meetpunt is voor mij altijd, hoe gaat Bilal met iemand om? Ja. En de mensen kunnen ook in de video zien hoe Bilal op jou reageert. Ja, hoeveel geduld je hebt en zo. Ja, en maar het is ook goed. Want ik denk dat de meeste mensen ook die kijken, kennen mij natuurlijk van FC Straat, snap je? Dan zien ze een hele andere EU. Ja. Snap je? En daarom is dit ook goed om een hele andere kant van mijzelf te laten zien van hij is ook zo. Ik ben je dankbaar dat je mij die mogelijkheid geeft. Maar geloof ik, geen probleem. Voor jou altijd, hè, broeder. Altijd. En ik wil ook zeggen dat je ook allemaal berg goed bezig bent. Allah. En mocht Allah jou subhanahu wa ta'ala ook met alles gelukkig maken. In dunia en akhira. Amen. Vooral die akhira. Akhira. Vooral akhira. Dat is het belangrijkste. Allah. Amen. Shukra. Dames en heren, cadeautje voor Bilal, alleen hij weet het nog niet. En trouwens Brahim, die weet het ook niet. Dus ik ga het zo even pakken uit mijn auto en dan ga ik het aan hem geven. Ik ben benieuwd hoe hij erop gaat reageren. Ik ben benieuwd. Terwijl we hier nog lekker bezig zijn, heerlijke eten,
Kruiskade, Ilia. Tot nu toe wat ik heb gegeten smaakt op en top. De sperrips geef ik gewoon echt zeker een 8,5 of 9. Hoe heb je het ervaren vandaag met Dylan? Zoals ik al eerder zeg, ik heb Brian ook gezegd, weet je, ik wacht al heel lang op deze dag. Dat ik hem ook kan ontmoeten. En ja, echt een topdag. Ja, wallah. Echt een topdag, ja, wallah, zeker weet je. Had je dat een beetje zo verwacht? Of, Ja, wel. Maar alleen, ik vond het wel mooi, zeg maar, dat hij wel snel was gewend. Ik vind het mooi. Dat hij in het begin zeg maar echt druk was. Ja. En dan uiteindelijk zie ik. Is hij nu kapot rustig? Is hij helemaal rustig? Moet je me even zien, check me even. Kijk, hij is gewoon rustig. Kijk hem eens zo sneaky doen, jongen. Hè? Ik heb genoten. Ik heb van alles genoten, van alle momenten. Dat meen ik echt oprecht. Het is sowieso goed om dit ook mee te nemen natuurlijk. En waar je ook natuurlijk mee bezig bent. Ja. Het is echt alleen maar mooi. Ik heb altijd ook gekeken naar al je vlogs. Dankjewel, man. Ja, nog alles bekend aan jou. Nog meer. Nog meer als je geeft. Ja, inshallah. En we gaan hier nog een beetje natafelen. Turks theetje en dan gaan we genieten. Mensen, sowieso vergeet onze Eyoub niet te volgen op Instagram en al zijn andere content wat hij maakt. Ik wens jou sowieso heel veel succes, heel veel sportiviteit, belangrijk gezondheid en inshallah kom je dichter bij Allah. Mag jij, ben je gezegend om ook jouw familie goed met jouw familie te zijn, met jouw omgeving. En ik heb je echt ervaren als een echt oprecht, gewoon tof, relaxed, gezellige persoon. Die ook van houdt om een beetje mensen voor de gek te houden. Ja, gewoon, het voelt gewoon alsof ik je al 10, 20 jaar ken of zo, weet je. Dus alhamdulillah, man. Insgelijks. Barakallahu fik. Insgelijks. Barakallahu fik. Kijk, is Bilal nog voor jou, hè? Yo. Van Nederlands elftal. Tjoep, van Nederlands elftal. Van Bukhari, vriend. Kijk eens wat daarachter staat. Bukhari. Ga je zijn stand pakken, Mr. Abby? Ja, dan gaan we zo naar van jou. Kom. Ja, ga eens kijken. Ja, is goed. Wat zeg je dan? Hé, hey, vind je hem mooi? Hè? Wat zeg je dan? Gewoon. Chokran. Mag hij nog een knuffel of niet? Knuffel? Ja, niet ik. Zacht. Huh? Als je gunt, jongen. Ja, dan geef je iets voor Brian. Wacht, ik moet hem een knuffel geven. Wacht, Hassan. Dankjewel, man. Wist je dit of niet? Ja, ik sta hier. Dan weten jullie dat. Hey, Bilal, wat moeten de mensen doen? Abonneren, want wij zijn echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd. Wat zeg je? Wij zeggen altijd. Positiviteit. Mensen, alleen maar liefde. Tot de volgende keer.